Weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. En terwijl ik deze opneem, ben ik, of course, lekker aan het wandelen. Het is zondagmiddag, 12 uur. Ja, dan is het middag. En vanochtend, toen ik me aan het klaarmaken was, popte er ineens... ja, downloads, hè. Popte er ineens gedachten op waarvan ik dacht van ja, dit wil ik met je delen. Want dit is super interessant en geïnspireerd... Door het gesprek wat ik afgelopen donderdag had, toen we de podcast aan het opnemen waren met zijn vriend. Onze Financieel Vrij podcast. En wat ik merkte namelijk, ik zal heel even wat context bieden. Wat ik merkte namelijk is dat, dat wij, dat is heel bijzonder eigenlijk, door deze gesprekken ga je op sommige vlakken gewoon meer de diepte in. Waar we normaal gesproken misschien ja, niet tot zo diep over praten. En dat wij elkaar aanvullen en dat we echt op heel veel vlakken echt tegenpolen zijn. Dat wist ik al heel lang. Maar om bijvoorbeeld ook, hè, naar aanleiding van de vragen die we binnenkrijgen. Die zijn vriend dan binnenkrijgt via DM over nou ja, allerlei dingen die met financieel vrij te maken. Wat super waardevol is, hè, dat even het terzijde. Maar blijf dat vooral doen. Maar daardoor kunnen wij op bepaalde vlakken de diepte ingaan. En oh, sorry, ik zal heel even kijken of mijn microfoon vrij is. Ja, oké. Okay. En toen merkte ik tijdens dat gesprek van... Er zit tussen ons ook echt zo'n groot verschil in hoe wij denken en handelen op verschillende vlakken in ons leven. Omdat hij heel erg dingen doet vanuit zekerheid. En ik merk dat ik heel erg juist een risiconemer ben die spanning nodig heb en dingen heel snel saai vind. En het een is niet beter dan het ander. Alleen dit bracht me tot nog een diepere realisatie van hoe ontzettend belangrijk het is op alle vlakken en om de meest succesvolle versie van jezelf te zijn. Hoe ontzettend belangrijk het is dat jij... zelfbewustzijn hebt en dat jij enorm veel zelfkennis hebt. Hè? Ik vind dat super interessant, want Gary Vee teach heel veel over self-awareness en dat resoneert altijd heel erg met mij. Dat komt natuurlijk ook doordat ik al een enorme lange persoonlijke ontwikkelingsreis achter de rug heb en mezelf door de jaren heen heel erg ben gaan kennen en waar ik eerst heel veel haakjes last had van bepaalde dingen of dacht dat ik raar was of dat ik aan bepaalde dingen moest werken, ben ik nu juist alles gaan omarmen en mijn leven eigenlijk zo gaan inrichten dat, dat die dingen geoptimaliseerd worden en dat het voor me werkt in plaats van tegen me. En dat stuk wil ik heel graag met je delen om je te inspireren om eens jezelf onder de loep te nemen, nog dieper zeg maar. Misschien ken je jezelf al behoorlijk goed, maar heb je hier nog nooit over nagedacht? En dan heb ik het echt over... letterlijk alle vlakken. Het begon bijna, dat gesprek ging dan over investeren. Daarin zitten wij heel anders in de wedstrijd. Allebei is goed, maar de kracht is, ken jezelf. En op die manier kun je dus ook de keuzes maken die voor jou het beste voelen. Want er is geen goede fout. Geen enkele keuze is goed of fout. Het is slechts, draagt het bij aan wat voor jou succes is. Draagt het bij aan dat jij je optimaal goed voelt. En dat is het enige wat telt, want dan ben jij in alignment. En dan... floreer jij, dan ben jij een magneet voor wat je wil. Dan werkt de wet van aantrekking voor je. Dus dat stuk is zo gruwelijk belangrijk. En je dat beseffen. En dat bracht me op gedachten van ja, maar dit geldt natuurlijk voor alles. Dit geldt natuurlijk ook voor als je ondernemer bent bijvoorbeeld. Hè? Wat vind jij fijn? Hoe zit jij in elkaar? Überhaupt, hè, ben je een risiconemer? Ben je heel behouden? Misschien zelfs dat je jezelf de vraag kan stellen van... is ondernemerschap wel wat voor mij? En dan zeg ik helemaal niet dat het alleen maar is voor degene die risico's durft te nemen. Maar je maakt jezelf wel een stuk makkelijker op het moment dat dat van nature is wie dat jij bent. En ik geloof er ook in dat je alles kunt veranderen. En vaak is het zo dat we pas veranderen als iets ons genoeg in de weg zit. Dus op het moment dat je heel graag wil veranderen, dan kun je dat veranderen. Daar ben ik ook enorm van overtuigd. Alleen de vraag is, moet je alles willen veranderen of kun je bepaalde keuzes maken zodat jij... het pad van de minste weerstand kan kiezen. En het voor jezelf. Je mag het voor jezelf ook makkelijk maken. En bij je ondernemer kun je ook door zelfbewustzijn heel erg toe te passen. Je business zo inrichten. Dat die helemaal voor je werkt. En dat je echt kunt toewerken naar zo stressless as possible. Dus zo stressvrij mogelijk leven en ondernemen. Want ik denk dat dat gewoon het doel is. Want stress betekent uit alignment zijn.
Hè, natuurlijk kennen we allemaal, iedereen heeft een andere definitie van stress. En we kennen allemaal onze momenten van stress en alles is ook oké. Daar gaat het allemaal niet om. Maar wat nou als je dus gewoon eens gaat kijken naar wie ben ik eigenlijk? En wat vind ik belangrijk? Hoe tik ik? Wanneer voel ik me de allerbeste versie van mezelf? Hoe zit ik in elkaar? En hoe kan ik dus keuzes gaan maken in mijn leven op alle vlakken die daarmee verband houden? Hallo. Die daarmee in lijn zijn, waardoor ik optimaal floreer. Waardoor ik me optimaal succesvol voel. Waardoor ik optimaal de wet van aantrekking voor me laat werken, omdat ik zo in alignment ben. En ik sprak net over investeren. Nou, hoe ben jij met geld? Dient je dat niet? Wil je dat veranderen? Wil je niet veranderen? Hoe ben je met investeren? Hoe ben jij überhaupt als persoon? Hoe uitziet dat bijvoorbeeld als je ondernemer bent? Welke keuzes kun je daarin maken? Heeft ook weer te maken met zichtbaarheid. Ook een gedachte die ik vanochtend had. Ik heb continu nieuwe uitdagingen nodig. Anders vind ik iets boring. Dus als iemand tegen mij zegt, je hebt de kracht van focus. Ik geloof heel erg in de kracht van focus. Maar op het moment dat jij heel sterk voelt van dit wil ik doen. En een businesscoach zegt tegen jou, ja, maar dat past nu niet. En je moet dit en dit doen. Hey. Dan dan ga ik stijgeren bijvoorbeeld. Omdat ik donders goed weet en voel wat op dat moment goed voor mij is. En ik geloof erin dat iedereen dat kan. Maar dat te weinig mensen nog daarna durven te luisteren. En daar zit het hem in. Niet dat iets wel of niet werkt. Het zit erin in hoeverre luister je naar jezelf en handel je daarnaar. Dus dat betekent dus ook dat het helemaal oké is als jij zin hebt. Bijvoorbeeld, ik kan een hele tijd roepen, ik heb geen zin in 1-op-1 coaching. En dan komt er een moment dat ik denk van, laatst was er bijvoorbeeld zo'n moment. Dat ik al 2 jaar geen VIP-dagen meer doe. En ik kreeg ineens allemaal, dat is echt zo bijzonder, ik kreeg ineens allemaal aanvragen voor een VIP-dag. Dus ja, dat doe ik eigenlijk meer. En toen was er 1 persoon die bleef doorgaan. Die zei van, ja, maar ik wil dit zo graag. Kun je niet voor mij een uitzondering maken? Ging met haar een gesprek, dacht ik van, ik vind jou wel echt heel erg leuk en ik hou van je mindset, ik hou van je doorzettingsvermogen. Dus dan zei ik tegen haar, zeg, mail me eventjes en dan gaan we even kijken wat er mogelijk is. En waarschijnlijk dacht ik bij mezelf, ja, maar ik kan toch best een uitzondering maken. Ik kan toch best roepen, nu 1 of 2 maanden wil ik dat even weer doen en vervolgens daar helemaal oké mee zijn dat ik dat daarna niet meer doe. En dat is, ik deel even mijn gedachten met jou, want dat is hoe ik in de wedstrijd zit en hoe ik onderneem. En daar zou de gemiddelde businesscoach daar enorm van gaan stijgeren. Want die denkt, oh ja, maar Kim, koekoek, dat is niet volgens de regels hoe je een succesvolle business runt. Ja, en dan denk ik, amoula. Want er zijn die regels. Hè? Als ik daar zin in heb, dan doe ik dat. En ik hoop je hiermee, door die gedachten te delen, te inspireren. Om ook keuzes te maken ten alle tijden die aligned zijn. We zitten zoveel in ons hoofd. Ja, Kim, heel vaak krijg ik een vraag van, ja, mijn businesscoach zegt. En zeg ik, wat wil jij? Ja, dit. Ik zeg, oké, dan heb je je antwoord. Zeg, hoef ik niet te zeggen dat iets wel of niet goed is of dat een businesscoach wel of niet. Dat is ook niet aan mij, ja, om daar een oordeel over te hebben. Het enige wat telt is dan, wat wil jij? Wat voelt goed? Ja, dat. Zeg, dan heb je toch je antwoord. Zeg, het is een kwestie van durven. Hoezeer durf je op jezelf te vertrouwen? Hoezeer durf je te handelen naar wat jij voelt? That's it. Het heeft alles met zelfbewustzijn te maken, alles met zelfliefde, met zelfvertrouwen. Het is allemaal zo sterk verbonden en hoe meer jij jezelf kent en hoe meer je daarna durft te handelen, hoe meer aligned jij continu zult zijn en hoe meer succes je op alle vlakken zult aantrekken. Volgende onderwerp. Als je wil afvallen, heb ik al heel vaak benoemd dit onderdeel. Hè? Als jij knettergek bent op koolhydraten en je houdt van snoepen en pasta en brood en hebben mij voor brood zo'n ding, ben ik knettergek op brood. Ja, heb ik mezelf ook aangedaan. Ga ik koolhydraatarm eten? Ik heb alle diëten, die zijn wel geprobeerd, maar ga ik dat ook doen? Ja, wat denk je? Natuurlijk werkt dat niet. Natuurlijk word ik daar chagrijnig van. Ja, natuurlijk kan iets effect hebben, maar is het dat dan waard? Ga ik dat voor eeuwig volhouden? Nee. Dus dat is niet mijn pad. En dit is ook all about zelfkennis. Op alle vlakken pak het aan wat bij jou past. Ook iets anders wat vanochtend bijvoorbeeld speelde. Dus zijn vriend, die staat op en die staat meteen aan. En die is vanaf 1 uur of 6 s'avonds is die helemaal uit, is die klaar. Ik bloei op naarmate het later wordt. Ik ben een avondmens, hij is een ochtendmens. Hij weet wanneer, ik functioneer prima 's ochtends, maar ik heb liever dat ik rust heb 's ochtends, dan dat ik, mij zul je niet snel 's ochtends meteen als ik wakker ben, mijn sportsweren aan zien trekken of überhaupt te gaan wandelen 's ochtends. Doe ik het niet goed op, voelt niet goed. Dat wil ik heel graag aan het einde van de dag of op het moment dat, dat Julian in bed ligt bijvoorbeeld. En dat is echt all about zelfkennis. En ik wil heel graag aan het water wonen. Maakt niet uit waarom dat zo is. Dat voelt voor mij als vrij en rustgevend.
ik wil heel graag elke dag die wandeling maken. Heel even eruit. Heel even tijd voor mezelf. En dat is voor mij ultieme tijd voor mezelf. Ik heb niks met massages of heel lang een bad liggen of schoonheidsballen. Daar word ik niet blij van. En die zelfkennis. Hè? Want in het begin dacht ik, ik ben raar. En alle vrouwen houden daarvan. Nee, dit is gewoon niet. Toen kreeg ik dat ook nog bevestigd toen Loenice dat tijdens het manifestatie-event vorig jaar Human Design Reading deed. Nou, dat was een van de eerste dingen dat er stond. Zelfliefde is voor jou, heeft voor jou helemaal niks te maken met, volgens mij noemden ze zelf, bepaalde schoonheidsbehandelingen of me-time of massage of sauna of wat dan ook. Daar heb jij niks mee. En toen dacht ik, maar dat is echt zo. Daar heb ik inderdaad niks mee. En dat was zo mooi dat dat bevestigd werd. Er zullen heel veel mensen die zich helemaal daarin verdiept hebben, waarschijnlijk hier nu op aangaan. Maar dit was ook eventjes, weet je, het is gewoon zelfkennis. En hoe belangrijk dat is en dat je daar business-wise naar handelt, maar ook privé naar handelt. Wanneer ben je de beste moeder? Wat moet er dan gebeuren? Ik weet donders goed wat ik nodig heb om die allerbeste versie van mezelf te zijn, zodat ik ook de beste moeder kan zijn. En soms is dat, bijvoorbeeld nu, ik heb het nodig om even eruit te gaan. Hè? Dan kies ik ervoor dat Julian slaapt. Nou, Nora ligt ook in bed nu. Dat is een vriend. Hij is vanochtend gaan fietsen. En die vindt het prima nu, hè? De kids slapen, dan blijft hij thuis. Kan ik even wandelen. En daarover communiceren is ook zo ontzettend belangrijk. Ook in communicatie. Hoe zit jij in elkaar? Ook jezelf op dat gebied heel sterk kennen. En niet van jezelf per se eisen dat je moet veranderen. Maar ga eens kijken, hoe kan ik dingen voor me laten werken. En met je partner communiceren over hoe jij in elkaar zit. Op het moment dat je de partner daar niet voor open staat, probeer dat dan op een hele fijne manier te doen. Nou, dat hoeft niet helemaal doorgrondend en irritant en zeurderig. En hi. Het is bijzonder hoeveel ik word aangegaapt op het moment dat ik dit doe. Maar het boeit allemaal niet. Dat, maar ook die communicatie en ook oké mee zijn dat een ander anders is. Want zijn vriend is echt compleet anders. En nou, dat zie je enigszins terugkomen ook in die podcast die we dan samen opnemen. Maar het ook dat stukje omarmen. Ik weet nog, in het begin leerden wij elkaar net kennen. Het was hij een trainer voor de Ironman. En die ging die in, wat was dat, in augustus volgens mij, klopt dat? We leerden elkaar in april kennen, 2017 of maart 2017. En hij had toen, ja, volgens mij was het augustus, deed hij mee 2017 aan de Ironman. Dus hij was daarvoor ontzettend veel aan het trainen, had zijn baan opgezegd, was echt heel extreem. Maar ergens vond ik het ook fascinerend dat hij zo committed was aan een doel. Dat vond ik heel inspirerend, aantrekkelijk ook. Maar dat hield ook in, die ging, die ging elke dag om, vanaf het moment dat ik leerde kennen, ging hij elke dag om 7:30 ging hij naar bed. En in het begin had ik daar super veel moeite mee. En dacht ik echt, ja, what the fuck. En dat was geen feestjes, geen alcohol, geen niks. Ik drink ook niet. Maar het ging me even om het principe. En ik vond dat niet gezellig. En ik had daar geen oordeel over. Weet je, zo, dat allemaal. En na verloop van tijd dacht ik, ja, maar ja, dit past bij hem. Want nu is het ook zo. Hij gaat echt super vroeg naar bed, nu nog steeds. Het is altijd zo gebleven. Want hij doet het daar goed op. Hè, waar ik het goed doe op de avond, juist tijd voor mezelf. En even, dan kan ik best nog een uur. Nu is het belangrijk voor mij ook dat ik dan mijn slaap pak met de gebroken nachten. Maar even uitgaande van een meer wat stabielere situatie. Dan weet ik dat van mezelf. En dat kijken van oké, hoe kan ik daar mijn slaapritme aan aanpassen? Ook qua hoeveelheid slaap. Wat doe je het goed op? Wat heb je nodig? Dat, echt op alle vlakken gewoon. Op alle vlakken. Je hebt geen idee hoe ontzettend belangrijk dat is om succes te behalen. Want op het moment dat jij namelijk continu, zoveel mogelijk, continu, ik zal niet zeggen 100% altijd, maar zoveel mogelijk, die beste versie van jezelf bent, super lekker in je vel zit, jezelf kan geven wat je nodig hebt, en natuurlijk binnen de gezinssituatie, binnen alles wat mogelijk is, maar ik geloof erin dat met bepaalde communicatie is er altijd wel iets mogelijk. He, ook ja, misschien wel het moment dat je alleenstaande ouder bent. Ik snap absoluut dat het, aan de ene kant denk van, kan me dat niet voorstellen, maar ik snap ook dat een hele andere situatie weer is. En misschien kun je dan net wat meer hulp van buiten inroepen. Maar goed, dat is iets waar ik ook verder niks over heb te zeggen. Niet over mag oordelen. Dit is slechts inspiratie vanuit de situatie waar ik in zit. En ik hoop dat iemand zich daarin herkent.
En ook de manier van communiceren, dus naar je partner toe, überhaupt. Ook business-wise, hè? Op het moment dat je met een team gaat werken, is dat super belangrijk. Zelfbewustzijn. Luister ik net ook nog een hele mooie clip van Gary Vee op zijn podcast. Een bepaalde bedrijfscultuur, zeg maar, die zij hanteren. En dat hij zegt van, ik heb altijd heel veel moeite gehad en nog steeds met conflicten. En dat heb ik ook. Ik ben eerder dan, niet over het algemeen, ja, misschien ook wel over het algemeen. Maar vooral business-wise is dat echt iets, zeg maar, wat een werkpunt voor mij is. En hij omschrijft dat ook altijd. En uiteindelijk zegt hij van, wat voor mij nu werkt is kind candor. Dus eerst was het dat hij alleen maar lief was en dat hij het heel lastig vond om überhaupt conflicten aan te gaan. Maar dat resulteerde ook niet in de happy medewerkers. En dat was ook allemaal niet optimaal. Dus nu is het kind candor geworden. En dat, nou ja, goed. Veel wat hij daarover teach vind ik super inspirerend. Maar ook dat heeft alles te maken met self-awareness. Hè? Hoe ben jij als persoon? En hoe kun je daarin jouw leiderschap, hoe kun je daar je leiderschap op aanpassen? En hoe kun je je communicatie naar je team toe daarop aanpassen? En ja, jongens, dit gaat zo diep. Dit is zo breed. Dit geldt gewoon letterlijk voor alles. Er zijn vast heel veel gebieden nu die ik nog niet benoem. Natuurlijk ook het stukje geld. Hoe ga je met geld om? Wat past bij jou? Wat laat je goed voelen? Als ik bijvoorbeeld praat over, ik ga helemaal aan van het kopen van een brood van, ik noem maar even voorbeeld, stom voorbeeld, van het brood van 1 euro. En ik vind het fantastisch om heel veel te sparen, om dat vervolgens weer te investeren. Weet je, maar dat past bij mij. En dat heeft alles te maken met self-awareness. Op het moment dat jij voelt van, ja, maar als ik dat doe, dan voel ik heel erg een bepaald tekort. Of dat ik niks meer mag, of dat ik geen leuke dingen meer kan doen. Kijk, dan is dat voor jou iets compleet anders. En daar self-awareness het toepassen. Super belangrijk. Heb dat zelfbewustzijn en creëer iets wat bij jou past. Behalve, en dit is een hele belangrijke, die geldt ook voor alle vlakken. Behalve als een bepaald gedrag, iets van zo ben ik, dat je in de weg zit. Dat het je niet dient of dat het echt zorgt voor misschien wel de zaakjes, grote problemen. Kijk, dan is het iets om onder de loep te nemen en te kijken van oké, en wat zou een stap kunnen zijn die ik kan nemen die nog steeds bij mij past, maar die wel mijn situatie verbetert. Hè, wat dan ook maar voor jou op dat moment voelt als een verbetering. En die is heel belangrijk om er wel in te gooien. Anders wordt het, hè, ook zeg ik, wordt het misschien te makkelijk. Ja, maar Kim, ja, maar ik ben zo. Maar ja, het resulteert wel dat ik continu enorme schulden heb. Ja, dan is de vraag, vind je dat erg? Ja, oké, ja, dan moet je er wat aan doen. Snap je? Zo moet je dat zien. En ik denk ook dat dat wel duidelijk was, maar ik vind het ook belangrijk om dat even te benoemen. Self-awareness is key. Zo'n belangrijke voorwaarde voor succes. Zo'n belangrijke voorwaarde voor de wet van aantrekking voor je laten werken. Je hebt echt geen idee hoe belangrijk. Ik merk dat nog meer nu. Hè, bijvoorbeeld bij de inderdaad die podcast samen doen. Maar ook nu ik moeder ben van een tweede. Wat ik merk. Hè, wat heel vaak gezegd wordt. De eerste keer ouder worden. Dat verandert echt alles. En dat vond ik pittiger. Nou, voor mij geldt persoonlijk dat ik dit een stuk pittiger vind. En juist naar de eerste helemaal niet. Dus ja, ook daar staat iedereen anders. Een vriend zegt namelijk, nee, ik vond de verandering van geen ouder zijn naar toen ouder zijn. Hè? Toen Julian geboren werd, vond ik pittiger. Ik zeg, ja, nou ja, goed. Het is, ook dat ervaren we anders. En dat is ook allebei weer oké. Okay. Maar ook daarin jezelf kennen en jezelf ook daarin weer geven wat je nodig hebt. En ultiem communiceren is ontzettend belangrijk. En ook in een relatie daarin elkaar vinden, elkaar leren snappen. En dat hoeven geen, nou ja, zeker als je een partner hebt die daar bijvoorbeeld niet van houdt, geen uitgebreide, zeurende, diepgaande gesprekken te zijn. Hè? Die mannen zeggen van, oh, heb ik geen zin in. Want dat krijg ik vaker terug van vrouwen. Ja, mijn man die wil niet of daar kan ik niet mee praten of wat dan ook. Ik denk ook dat je dat gewoon echt op een hele andere manier kunt brengen. En ja, heel vaak is het gewoon ook dat je door je eigen alignment een ander inspireert. Dat kan ik uit ervaring zeggen. En zo ga je ook meer naar elkaar toe groeien. En je kunt daarnaast compleet verschillend zijn. Zie dat ook als een kracht in plaats van ik wil dat iemand anders is. Gun die ander ook ultiem zijn. Ik denk dat dat ook een hele mooie is om het zo te verwoorden. Gun een ander ultiem zijn. Laat hem zijn zoals die is. Probeer hem niet te veranderen. Want wie zegt zoals jij denkt, jij handelt, jij voelt dat juist is. Nee, dat is wat voor jou werkt. Die ander is niet zoals jij bent. En vaak willen we dat ook voor onze klanten. Maar zo is het niet. Iedereen is anders. En ik geloof erin dat ook juist een goede coach en ook een goede business coach, dat een goede coach typeert. Dat hij heel erg kijkt naar wie heb ik voor me? Wat wil die persoon? Hoe floreert die persoon optimaal op alle vlakken? Want dan trek je succes aan. En wat dan ook nog eens zo mooi is, dan is het succes, de overvloed op alle vlakken groter
dan je ooit had kunnen dromen. Je hebt geen idee hoe dingen op zijn plek kunnen vallen. Op het moment dat jij op een plek komt, hè, als persoon in je zijn, die heel vaak in alignment is. En die weet hoe die zichzelf in alignment moet brengen. Hoe krachtig. Kun je je voorstellen hoe krachtig jij je voelt. En wat een sterke creator jij bent. Op het moment dat jij jezelf continu naar alignment kan tunen. Continu in alignment kan krijgen. Dat je als het ware weet welk knopje je bij jezelf moet indrukken. Wat je jezelf moet geven om daar te komen. En dan zeg ik ook weer, hè. Ik probeer dat altijd te zien binnen de omstandigheden. Binnen wat mogelijk is. En zie ook dat er altijd wel wat mogelijk is. Alright. Oké, ik hoop heel erg dat die binnenkomt. Ik hoop heel erg dat je er wat aan hebt. Ik hoop vooral heel erg dat je die zelfreflectie gaat toepassen. En dat dit misschien wel eentje is die je nog een keer luistert. Zodat dingen nog meer binnenkomen. Ik geloof er echt in dat dit zo'n belangrijk is. Dat op het moment dat je dit mastert en daarna gaat handelen, daarna durft te handelen, transformeert er zoveel in jouw leven dat je echt denkt, holy shit, is dit mogelijk? Ja, dit is mogelijk. It's all about energy. Dankjewel voor het luisteren. Deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vond. Laat mij weten wat dit voor je heeft betekend. En ik spreek je morgen. Waarschijnlijk. Doei doei!